Lilian van Stamperen, student aan de Institute for Graduate Studies and Research, IGSR, verdedigde vanmorgen met succes haar afstudeerproject Toepassing van de taakgerichte methode om de spreekvaardigheid te bevorderen. Van Stamperen geeft aan dat hoe meer kinderen bezig zijn met de Spaanse taal, hoe beter ze zich kunnen uiten. We hebben gezien dat door de jaren heen dat men zich meer heeft gefocust op grammatica, vervoegen van werkwoorden. Maar als de kinderen bijvoorbeeld een conversatie moeten hebben, dan kunnen ze die woorden niet gebruiken in een context. Toch? Maar als je ze de praktische situatie leert, als je ze leert hoe je dat gebruikt in een conversatie verbonden aan een bepaald thema met een bepaalde taak, dan kun je veel meer uit ze halen. Lilian van Stamperen zegt verder dat de Spaanse taal belangrijk is voor onze kinderen, vooral gelet op de rol die Suriname speelt in de regio. Zo'n 12 jaar terug was je gewoon in de reële situatie en dan moest je overal Spaans praten. En dat is een van de dingen die onze kinderen missen. En vaak genoeg zijn ze dan, ja, Spaans, waarom leer ik Spaans? Maar tegenwoordig met de globaliserende wereld. En we zien welke rol Suriname nu speelt in de regio. UNASUR, zoveel een regio is, zoveel contacten hebben we regionaal. Onze sporters gaan naar het buitenland. Vaak moeten dingen vertaald worden in het Engels. Als we de zaken een beetje praktischer aanpakken, dan kunnen onze kinderen het zo goed doen in het buitenland. Dan hoef je vaak geen tolk te betalen ook. En dat was dan Lilian van Stamperen. Ze geeft aan dat dit een groot moment is in haar leven. Ik heb reikhalzend uitgekeken naar deze dag, zegt een verheugde van Stamperen. Ze verkreeg met haar afstudeerproject Toepassing van de taakgerichte methode om de spreekvaardigheid te bevorderen haar master's degree in onderwijs.